Jaap de Goede Hoop is er ook in boekvorm. Lees over originele initiatieven in onze samenleving en laat u inspireren door mensen die hun leven op een bijzondere wijze vormgeven. De brochure kost 8,50 en u krijgt hem thuisgestuurd als u dit bedrag overmaakt op postbankrekening 66 3x8 ten name van de RVU in Hilversum onder vermelding van Kaap de Goede Hoop. Het is een beetje ontstaan uit een soort passie, niet alleen voor het land, maar ook voor de, ja, ook voor de mensen die hier wonen, hun enthousiasme voor muziek, wat duidelijk anders is dan Nederland. Was ik hier op vakantie en hier tegenover in São Jacinto en ik ging op een avondje naar Coimbra, zie daar een affiche hangen van een saxofoonkwartet. Ook al heeft hij vakantie, dan moet hij daar natuurlijk naartoe. En ik zie daar een saxofonist. Fernando Valente. Ik ken hem ergens van, maar het zij zo. En het klonk verschrikkelijk echt. Ik speelde echt de meest moeilijke werken. Dat vond ik op zich al bewonderenswaardig overigens. Dus ik ga na het concert naar hem toe. Ik was overigens ook nieuwsgierig wat hij zo al deed, het conservatorium. Ik dacht, nou, conservatorium, dat gaat op wat worden. Dus ik voelde me ook gelijk trots. Omdat het alle twee gewoon een totale workaholics waren, hebben die heel veel vakanties met elkaar doorgebracht en kwam Henk lesgeven hier in de vakantie. Er werden ideeën uitgewisseld en er stond tussen ons, ja, dat zeker deze zomer een soort kracht, een soort synergie. En op een gegeven moment nam hij gewoon het kwartet mee. We geven hier natuurlijk niet structureel les, het zijn alleen maar masterclasses. Dus je geeft ze kleine aanwijzingen en dingen waar ze aan moeten werken. En als je dan de volgende keer terugkomt, dan is het beter en dat is toch erg leuk. Louter een concert geven, dat is één, wat veel leuker is. Ik bedoel, dit vind ik te gek. Ik heb het over ik. Dat vinden wij te gek. Gewoon, je bent ergens. En ja, je probeert iets meer te doen dan alleen maar te spelen. Het is juist leuk om in die infrastructuur te kruipen. Gewoon heel veel facetten van het saxofoon spelen. Dus van concerteren, lesgeven, dus ook examen opnemen. Het is hier zo gegroeid, die saxofooncultuur, ook qua niveau, dat een aantal jaren terug zijn leerlingen die hier afstudeerden, die zijn naar Nederland afgereisd, want ja, die wilden ook weer verder. En er is hier bij één gebleven, dat begon ook al, ja, zich op te bouwen. Dan heb ik het over 4-5 jaar terug. One day I finished my saxophone studies here and I said, well, what now? So seeing that we were involved with the influence of the Amsterdam quartet, saxophone quartet, João was already studying outside, so I started thinking about the possibility of also studying. And it was the best decision I could have made in my life. Zeker de laatste 4 jaar, er enorm voor gevochten dat dus de saxofoon ook de positie kreeg die het verdient ook. Op een gegeven moment duidelijk werd, het was niet alleen een soort enthousiasme, maar dat de mensen ook meer wilden. En ja, dat nodig je toch uit natuurlijk om het, ja, uit te bouwen, groter op te zetten, een serieuze tour neer te zetten. Thank you.
We waren in 1990 hier op tournee. En we gingen naar Guarda, we gingen naar Viseu, we gingen naar het zuiden. En we hadden een taxichauffeur, die zat altijd maar te lachen. Maar in mijn gebrekkig Portugees vroeg hem wat hij nu eigenlijk deed. Waarop Fernando nogal zeer...